De Nationale Ziekenhuisraad doet er alles aan om een ieder die in de medische branche werkt te behouden. Dit zegt Claudia Ridan, de voorzitter van de raad. Ze geeft aan wat uit de bus is gekomen na de gesprekken tussen de raad, de minister van Volksgezondheid en vertegenwoordigers van de regering. De gesprekken gingen vooral over de tariefsaanpassingen van verzekeraars en de lonen van werkers in de medische sector. Dat houdt in dat we op een gegeven moment inderdaad, zoals het academisch ziekenhuis dus nu een nieuwe loonstructuur heeft uitgewerkt, dat we dit verder zullen bespreken met het ministerie. En we rekenen dat we op een gegeven moment uiteindelijk kunnen implementeren. Nogmaals, we zeggen het iedere keer, de mensen die op een gegeven moment die zijn, die willen op een gegeven moment werken, maar je moet ze op een gegeven moment ook behouden. En we doen er alles aan om op een gegeven moment dat stukje ook uiteindelijke uitvoering te krijgen. Ridan zegt dat er momenteel een paar artsen in opleiding zijn om het tekort aan ziekenhuispersoneel aan te vullen. Voor het CT-scan-apparaat dat gisteren in gebruik is genomen, worden 7 radiologen opgeleid in het buitenland. Er zijn nu 4 werkzaam in het AZP. Ridan zegt dat er nog gesprekken gevoerd zullen worden over de tariefsaanpassingen bij verzekeraars. Kijk, we hebben dus natuurlijk ook een kwestie met betrekking tot dus de tarieven. Die zijn dus inhoudelijk en in-depth besproken. We hebben dus de eerste ronde achter de rug. We weten dat we op een gegeven moment vorig jaar hebben overeenkomst kunnen tekenen met het staatsziekenfonds. Overigens een historisch moment voor ons als ziekenhuizen. Omdat wij vanuit een achterstand van 2014 komen met dus de tariefsaanpassingen. Dus dat was voor ons een belangrijk moment. De eerste stap hebben wij dus toen gezet. De tarieven die gelden dus... golden dus tot en met december 2021, dus u begrijpt, per januari 2022 moet er gegeven moment natuurlijk weer een nieuwe tarief tot stand komen. We hebben dus daar natuurlijk afspraken mee met een, de ZZR, maar ook met de regering in deze. Dus we zijn dus nu natuurlijk dus druk bezig om dus uiteindelijk gegeven moment daar invulling aan te geven. We rekenen erop dat we dus uiteindelijk, dat we dus per februari moeten we dus al een, in ieder geval verder onze diensten kunnen voortzetten met de nodige nieuwe tarieven die dus nodig zijn. Alus Claudia Ridan, ze zegt dat er licht in de tunnel is. Ze is het eens met de president dat hoewel de curatieve zorg enorm duur is, er gewerkt moet worden aan oplossingsmodellen om de samenleving tegemoet te komen. Daarom is het belangrijk dat de verzekeringstarieven op korte termijn de lading dekken.